vanavond, 19:30, TROS Nederland 1. Dit is Mijn Geheim. En hier is de man bij wie geen geheim veilig is. Uw gastheer, Robert Long. Dank u wel, van harte welkom, dames en heren in de studio en ook kijkers thuis bij Mijn Geheim. We schijnen steeds meer kijkers te krijgen, dat vind ik leuk om te horen. En voor die kijkers die het spelletje nog nooit gezien hebben, leg ik nog even de spelregels uit. We hebben straks 4 gasten en die gasten hebben allemaal een geheim. We hebben ook 4 panelleden en die hebben tot taak achter de geheimen van die gasten te komen. Ze hebben daarvoor 2 vragenronden van elk 30 seconden. Is die tijd om, dan hoort u dit geluid. En ons panel bestaat, zoals altijd, uit zanger, cabaretier en gevreesd panellid Gerard Cox. Daarnaast schijnt zij in de ratelrad gesignaleerd te zijn, maar ook op radio en tv graag te worden gezien, Tetske van Assewaren. De man die mede verantwoordelijk is voor 30 gouden en platina LP's van BZN, Jan Keijzer. En ten slotte een vrouw die in menige Franse film een rol speelde en die 5 jaar in Parijs woonde en werkte, de prachtige Annemieke Verdoorn. Dames en heren, wij gaan gelijk beginnen met onze eerste gast en dat is Ivan Jans uit Hasselt. Dan Ivan, van harte welkom, ga zitten. Terwijl jij gaat zitten, laten wij de kijkers thuis jouw geheim zien. Hier komt het. Ja, panel, let maar eens goed op, want jullie cryptische omschrijving luidt: hoe minder ik uitvoer, hoe meer ik verdien. Gerard, jij mag beginnen. Zei je Hasselt? Hasselt in is België. Dat in België, ja, ja. In Belgisch Limburg. Dat kostuum van u en die strohoed, heeft dat iets te maken met het onderwerp? Niet bepaald, nee, men kan het in alle soorten kostuums. U treedt op voor publiek? Ja, dat kan wel, ja. Kan ook in mijn eentje. U treedt op voor publiek? Kan ook in mijn eentje. Kan ook in mijn eentje. Oh. Kan ook in zijn eentje? Ja, ook gewoon voor mijn eigen. Dat uitvoeren, dat heeft niets te maken met export. Nee. Dat heeft ook niets te maken met uitvoeren zoals bij een bouwbedrijf. Nee. Het heeft te maken met doen gewoon. Hoe minder u doet, dat betekent het. Ja, ja, heel letterlijk, goed. Hoe meer u verdient. Ja, Tetske, dat betekent dus. Ja, dat kostuum doet me denken aan theater. Heeft het met theater te maken? Oh. Het is een theatrale vorm, hè, kun je zeggen. Het is een theatrale vorm. Kan wel. Doet u dat op straat? Ja, het kan in de straat. U kunt dat overal doen? Kan overal, ja. Heeft het te maken met stilstaan? Ja, heeft het te maken. Kunt u uw brood ermee verdienen? Ja, omdat er staat hoe meer ik verdien. Of u, ja, of u beroepshalve doet. Het zou wel kunnen, maar het is mijn hobby. Het is een hobby, maar het zou kunnen, ja. Jan Keijzer. Ja, gaat het een beetje de pantomime richting heen? Niet bepaald, nee. Nee? Het is toch wel iets anders, ja. Zingt u? Nee, zingen doen we niet. Dus nee. je praat voor het publiek? Nee. Ook niet? Nee. Werkt u niet veel in het wassenbeelden van het museum? Ja, jij lacht om jezelf, maar je ziet dat het een goede vraag is. Ik moet die kant even wel. Ja, je tijd is om, Jan. Annemieke? Is het compleet passief wat u doet? Ja, u bedoelt... Passief, dus ja. zonder actie? Ja, ja. Zonder actie. Ja. Ja, die mannetjes die dan altijd urenlang zo staan, ik weet niet... Ja, panel is schrander. Ik weet alleen niet of ik dit helemaal goed moet rekenen, maar ik vind... Robot? Ja, dat heb je wel eens gedaan, geloof ik, hè? Ja. Nou, ik reken het gewoon goed, want de cryptische omschrijving luidt: ik verhuur mijzelf als standbeeld. Ja. Ja. He, dat, dus ja, ik, vind, dat... ik reken het goed. Ja. Jawel. Ja. Maar hoe moeten we dat zien, Ivan? Wat gebeurt er? Jij gaat zomaar ergens staan of mensen nodigen je uit en dan ga je ergens staan? Dan ga ik ergens staan, ja. Ik ben dus wereldrecordhouder stilstaan in 83, 84 geweest. Hoe lang heb je stilgestaan dan? 10 uur en 41 minuten. 10 uur en 1? Ja.
Zonder te bewegen? Ja, dus het zijn 5 minuten pauze na 8 uur. Ja. En dan gaat het dus verder voor de 2 uur 41 minuten. Dus dan is alleen het plimpen van de ogen dus toegelaten. Ja, ja, ja. Maar dat betekent dus, als jij zo lang stil kunt staan, en als je dus wereldrecord houden bent, dan moet je het een half uur vol kunnen houden in dit programma. Ja, dat is geen enkel probleem. Zou je dat aandurven? Ja, nou, dan breng ik je naar... opvullen. Kom. Dan breng ik je naar een plek, laten we zeggen zo hier. En jij gaat nu, neemt een bepaalde houding aan en daar ga je staan, neem ik aan. Oké. Okay. Goed. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga intussen weer op mijn plek zitten. Daar gaat hij. Nou, kijk hoe lang dat duurt. We gaan naar onze tweede gast, de heer Kleineberg uit Stadskanaal. Dag meneer Kleineberg, van harte welkom, neemt u plaats. Het geheim van meneer Kleineberg gaan wij u nu laten zien. Speciaal voor Tetske, maar ook voor de rest van het panel, is dit de cryptische omschrijving. Ik kreeg een kop als vuur. Staat kop voor uw hoofd, letterlijk? Ja. Staat vuur letterlijk voor vlammen? Nee. Dus het is niet zo dat uw haar in de fik is gevlogen? Nee, nee hoor. Ja, nou, had toch gekund, kreeg ik op als vuur. Heeft het te maken met een kleur, met de kleur rood? Ook niet. Kreeg u dat door iets waarvan u vreselijk schrok? Ja. U zult er wel van geschrokken zijn, heb ik ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja, wel Jan zeggen. Keizer is aan de beurt. Heeft het te maken met munitie? Ja. Goed. Goede vraag. Werkt u bij de beveiliging om... bommen, weet je, die dingen... Demonteren, om ja? schadelijk te maken? Nee hoor. Nee. Bent u een controleur van de lucifersfabrieken? Ook niet. Nou, is niet gek. Drinkt u soms veel? Ik zou... Nou, daar geef ik geen antwoord op. Nee, dat zou ik ook niet. En als het zo mocht zijn, heeft het niets met dit geheim nee. te maken? Nee. Heeft ook niks met vlammenwerpers of wat ook te maken? Nee hoor. Nee. Nee, Annemieke. Maar Jan zit op de goede golflengte. Ja. Heeft u een keer, ja, dat dank je wel, Gerard. Bent u een keer in aanraking geweest met munitie? Munitie? Ja, dat kunt stellen. Bent u daardoor geblesseerd geweest? Ja. Mooi, dat zijn de vragen, jongens. Heeft u een kogel door de kop gekregen? Nou, ja. 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 Alhoewel ik ga het jullie niet zo gemakkelijk... Nee, het is goed, maar het is niet het cryptisch geheim op zich. Er komt nog iets bij. Ik heb een keer een kogel door de kop gekregen. Nee, dat is niet de omschrijving. Er zit nog steeds een kogel in mijn hoofd. Uitstekend! Precies, ja hoor. Ik weet niet wat jullie gedaan hebben of gegeten, maar het heeft geholpen. Ja. Want ja. Meneer Kleineberg heeft inderdaad een kogel in zijn hoofd. Ik heb er een... Een paar fotootjes van. Foto's? Ja. Wacht, ja, ik weet niet of we daar iets van zien hoor. Maar... Kijk. De eindjes te zien. Hoe zie je dat nou? Nou, je kunt hem daar zien zitten. Ja. Juist. Ja, daar zit hij onder in het jukbeen. Maar hoe kom je achter zoiets? Want u had dat ding al in uw hoofd en u wist het niet. Nee, dat is in 1953 gebeurd. Ik werkte in West-Afrika met een mannengemeenschap. En we zaten daar echt in de jungle. En daar werd nogal eens gejaagd en het laatste draaide het erop uit dat geschoten werd op alles wat bewoog. En ik was zo stom om het te bewegen en dat was pats. Zo. En 30 jaar later zei uw tandarts dat ding moeten we er maar eens uithalen. Nou, ik kreeg een auto-ongeluk en toen werd ik doorgelicht en ja. Tot grote schrik zagen ze de kogel. Zit die kogel er nog in? Hij zit er nog in. Ja. Er zit er keurig in. Dan kunt u een hard hoofd hebben. Ja. Goed. Bedankt voor de komst. Leuk dat u er was. Ja. Thuis openmaken. Wel thuis. Dank. Zo, jongens, jullie gaan goed. Oh, op ja. 2 graden. Maar dat was om jullie de indruk te geven dat het makkelijk zou zijn, want onze volgende gast is helemaal niet makkelijk. Dat is Bertus Roesink. Ga zitten. En Bertus Roesink heeft een, vind ik, ongebruikelijk geheim. Hier komt het.
Ja. Ja, dat vindt men leuk. En voor jullie is de zin: ik laat voetstappen na in het zand. En de beurt is aan Jan Keijzer. Heeft het te maken met letterlijk voetstappen? Ja. Dus u zou een schoenhandelaar kunnen zijn? Nee. Nou, het zou kunnen zijn. Maar het meer is zou alles kunnen zijn. Ja. Dus, maar dat bent u niet. Heeft het helemaal niets met schoenen te maken? Nee. Het zou ook een bouten puntmuts kunnen zijn, maar dat bent u ook niet. Goochelaar ook niet. Een beetje heeft soms, u met afdrukken te maken? Nee. Afdrukken van iets? Nee. Dat is misleidend applaus, hoor. Oh, ze zijn zo misleidend vanavond. Heeft het met dieren te maken? Nee, helemaal niet. Heeft het met spoorzoeken te maken? Nee. Zit ik dus helemaal op de verkeerde rand? Ja. Annemieke, misschien weet jij het beter. Is het een sport? Nee. Of een werkzaamheden? Er zijn werkzaamheden. U verdient uw geld mee? Ja. Heeft het iets met zand in de zin van woestijn, u moet ver weg reizen? Goede vraag. U kunt het dus niet hier gewoon in Nederland doen? Ja. Laat staan hier nu. Jawel. Het kan wel in Nederland. Wel, ja. Het heeft iets met warmte te maken, met zon? Ja. Nee, ik denk het niet. Niet specifiek. Nee. Het is uw werkzaamheden. Doet u dat al lang? Is het iets wat u moet leren? Of, Nou, het is een leren. Het is van huis uit. Van huis uit? Ja. Maar het is niet een gave. Je hebt het van vader op zoon geleerd, dat u doet. Ja. Gerard. Van vader op zoon geleerd? Ja, nog verder terug, denk ik. Het is een familie... gedoe. Ja, een familieding. Maar is het nou in Nederland of in het buitenland? Want de woestijn hebben we hier niet. Nee, het is maar in het buitenland. Maar op het strand zou het hier kunnen. Dat heeft niks met dit geheim te maken. Het kan overal. Alleen in jullie, en dat had een van de panelleden al geraden, in dit geval is het ver weg, dus zou het in een woestijn kunnen zijn. Oh, er is één keer iets gebeurd. Onder andere is dat. Het is niet het enige, maar in dit geval het geheim gaat over die ene situatie. Die ene situatie, en dat was in de woestijn. Ja. En nog steeds iedereen laat voetstappen na het zand namelijk. Dus er is iets bijzonders mee. Daar is iets bijzonders mee, Tetske. En wat zou dat wezen dan? Ja, wel even mij het verlossende woord. Ik weet het niet hoor. Die voetstappen, zijn die blijvend daar gezet? Nee, dacht ik niet, nee. Die het zijn waait daar, joh. Het waait. Ik laat voetstappen. Had het te maken met het schoeisel wat u aan had? Ja. Juist. Was dat schoeisel wat u altijd droeg? Nou, niet altijd, wel veel. Gebruikelijk schoeisel? Ja. Dat smolt? Nee. Jij dacht een ja, ijs... Ja, die smolt een gewoon in zand. Zo warm was dat kan, toch? Nee. Daardoor was het niet. Was er iets ongebruikelijks met het zand? Nee. Nu gaat de tweede ronde in. Ik wou even zeggen, wat je dus vast kunt houden is dat het met schoeisel te maken heeft. En dat het in dit geval wel een specifiek op die toestand toegesneden geheim is. Maar het is nog steeds. Dus het is niet zo, ik viel eens een keer in het zand. Het is een situatie die nog steeds bestaat. Het kan zich herhalen. Ja, nog dagelijks. Jan Keijzer, jullie mogen elkaar onderbreken. Is het een bepaalde dans of zo in de woestijn? Nee. Misschien doen ze het wel eens, maar dat is niet de bedoeling. Nee? U bent toch niet de enige woestijnjutter? Nee. Op zoek naar water, ja. Op zoek naar water. Geeft u afdruk of zo naar een oasis? Wat ook? Nee. Het gaat niet om afdruk. We hadden al vastgesteld dat het om schoeisel gaat. Ah. Ja, Annemieke. Jeetje, ik vind het wel heel erg moeilijk. Dat was ook de bedoeling. Is het zo? Gerard. Ja. Heeft het te maken met schoenmaken, schoenmakerij? Nee. Niet? Ja, of wel? Nou, heeft ja, u in de way. Heeft u de Bedouinen geleerd hoe ze schoenen moeten maken? Nee. Maar houd de schoenmakerij maar even vast, want er zijn natuurlijk... Nou ja, Annemieke? Heeft het iets met een vreemde groep mensen die ergens in de woestijn leven te maken? Ja, de Arabieren leven daar waarschijnlijk. Ja, die wonen daar wel eens. Die wonen, en heeft u... Leeft heeft u daar werkzaamheden aan? Je tijd is op, want Gerard mag reden. Het heeft te maken met het maken van schoeisel. Yes. Maar niet met schoenmakerij als zodanig. Nee. U heeft niet een schoenmakerij hier en... Nee. Ja. Tetske? U leert mensen daar hoe ze schoenen moeten maken. Nee, ook niet. Jullie raden het niet, hoor. Nee, we raden het inderdaad niet, want ik weet dus absoluut niet wat ik hier nog over moet vragen. Ja, Jan Keijzer zou het sowieso moeten raden. Schoeisel, Jan Keijzer, voetbalschoenen. Nee, van voor de voetbalschoen nog. Nog van voor de voetbalschoen, sandalen. Klompen. Hè? Klompen. Ja. Moet ik ze wel weer echt in de mond duwen, hè?
u bent een klompenmaker. Ja. Heel ja. En maar wat heeft het met die woestijn te maken dan? Ja. Ja. Maar wie koopt ze daar? Ja. Dat is goed. Ja. Je verkoopt klompen in de woestijn. Toevalstreffer. Hij verkoopt klompen jongens, in de woestijn. Ik zal jullie uit je lijden helpen. Inderdaad, deze meneer Bertus Roesink, die verkoopt klompen aan Arabieren. Goh. Ja, dus in de woestijn kun je zeggen. Ja. Hoe? Nou, ik word door het Nederlands Bureau van Toerisme herhaaldelijk uitgezonden naar Arabië om Holland te promoten. Ja. En als doe ik klompenmaker, hè? Ja. En, U bent van uw beroep echt klompenmaker? Mijn beroep is klompenmaker. Ja. En van huis uit, vader, grootvader, 100 jaar al geleden hadden we al een klompenbedrijf. Maar tot de grote verbazing in Arabië verwacht nog niemand die daar met die lange jurken in de moederzand op klompen gaat lopen. Hè. Ze vinden het fantastisch? Nou, ik sta 3 uur aan een plaat klompen te werken, met de hand dan. Ja. En er staan gewoon Arabieren in de rij te wachten hè, met hun dienaars, geloof ik dat ze hebben, om die van mij te kopen. Ach, gaat er weg. En zo zijn de contacten gekomen dat we niet als klompen daar leveren. Ze gebruiken ze niet als bloembakjes, ze lopen er ook echt op? Nou, ik denk... In eerste instantie, ik dacht, ze zetten het niet voor de squash in, maar dat kan niet naar Arabië. Nee, niet, nee. Dus we zullen daar op lopen dan, denk ik. Het is ongelooflijk. Nou ja, ik wist het niet. Wisten jullie het? Ja, ik weet het wel. Ja, maar goed. We hebben het per ongeluk gedaan. Roesink, mag ik u heel oprecht danken en u dit overhandigen. Bedankt voor uw komst. Hartelijk dank. Wel thuis. Succes met de klompen. Thuis openmaken. Kijk, u wordt opgehaald door een echte. Neem hem mee, maar laat hem halverwege weer vrij. Ja, dan zijn we weer aan onze laatste gast en dat is Pieter de Wit uit Boksel. Ja, Pieter, welkom gaan zitten. En Pieter heeft, vind ik, een heel leuk geheim. Hier komt het. De zin voor het panel is een echte heilige koe. Annemieke mag het. In de eerste plaats, heeft het iets met die uitzending te maken over auto's? Nee. Heeft het iets met religie te maken? Heeft het iets met de heilige koe, de witte koe in India te maken? Nee. Nee? Heeft dit iets met katholiek te maken? Zeker. Doet u praktijk daarin? Net het goede moment. Nee, maar wat wou je zeggen? Doet u praktijk daar? Nou, ik bedoel, bent u priester? Of dat is nou weer geen priester, dat is natuurlijk pater dan, of wat dan ook. Beurde San Girard? Nee. Het heeft met Bokstel te maken ook. Waar u vandaan komt, of met Brabant? Nee. Wel vlakbij. Nou goed, het is een bepaalde koe die in de kerk is geweest of zoiets. Zo zou ik het niet noemen. Het heeft niet met een koe te maken. Nee, helemaal niets. Nee. Het heeft niet met een koe te maken, maar wel met iets met religie. Ja, zeker. En met katholiek zelfs, hoorde ik. Katholieken, hoe kan je nou koe zijn en te katholiek? Te laat, Gerard van Tetske zal je... Heeft het wel met een echt beest te maken? Nee. Helemaal niets? Niets. Het heeft met een voorwerp te maken. Ook niet, ja. Jawel, een voorwerp. Het heeft wel met een voorwerp te maken. In de kerk? Nee. Buiten de kerk? Buiten de kerk. Heb je, wordt het gebruikt om de dienst te vieren? Ja. Nee. Het voorwerp? Nee, ik vind het van niet. Ik spring gewoon in en vind het niet. Hè? Jan? U ziet er nogal sportief uit. Heeft het met sport ook te maken? Nee, dat niet. Nee. Heeft het met lopen te maken? Ook niet. Tegendeel zelfs. Heeft het met afgod een afgod te maken? Nee, niet in de... Nee, vind ik niet. Voor sommigen is dat maar... Ja, wie is geen afgod voor wie? Ik bedoel, een idool. Iets. Soms. Voor veel, ja. Ja, voor soms, ja. Voor veel mensen kan dat wel, ja. Maar je tijd is om, als ik het goed begrepen heb. Zie. Ja, niet... Niet als idool. Nee. Ja, is het een voertuig? Jij mag helemaal niet, Gerard. Ja, want Annemieke mag. Annemieke. Hé, toch? Jawel, want ik mag haar onderbreken. Dat is waar. Maar je lichtje brandt niet, dus ik zag het niet. Ja. Goed, onderbreken. Is het een voertuig waarop iets in een vervoerd wordt? Jazeker. Een Mariabeeld? Een Mariabeeld? Nee, geen Mariabeeld. Is het niet in een processie? Dat stel ik even van.
Wel in een processie. Wel in een processie. Zeg, joh, maar... vind je ergens Annemiek even doorgaan? Ja, oké, okay, Annemiek. Ja, door, door. Het gaat zo goed. heeft dit iets met iets dat aan die auto zit of op die auto zit te maken? Niet de op, eerder de in. Eerder de in. Zit er een, iets van beeld in of nog iets van mens? Geen beeld. Mens. Iets van mens? Ja. Iets van mens. Maar nu is Gerard. Ik zal even omdrepen. Het is een voertuig, is het een auto? Ja. En daar zit iets in waardoor, het, waardoor die auto heilig wordt overdracht. Ja. En dat is een, en dat is een nu persoon. Mag ze Annemieke, want die drukte. Heeft u de paus vervoerd in de auto? Ja. Zo. Nou, op de nipper. Net maar zijn, het is op de nipper geraden. Inderdaad. Deze meneer was chauffeur van de paus. Inderdaad. Hoezo? Ik dacht dat Harry Vermeeren dat was. Nee, dat, dat was daarvoor. Dat was een oefenrondje. Ja, inderdaad. Hoe word je chauffeur van de paus? Nou, ik werk bij de verkeersgroep Rijkspolitie Zertogenbosch. Daar is een aanvraag binnengekomen om ondersteunend lid te worden van de persoonsbeveiliging van de Rijkspolitie in Den Haag. Hm? Daar ben ik toen naartoe gegaan. En daar heb ik 3 jaar gewerkt in de persoonsbeveiliging. Daar werden mensen beveiligd, ambassadeurs en andere mensen buiten Nederland. In die 3 jaar dat ik daar mijn werk heb gedaan, hebben ze mij gevraagd om ook de beveiliging van de paus te doen. Toen de paus naar Nederland kwam, hebben ze gezegd, wil jij de paus rijden? Ja. En hoe lang heb je dat gedaan? De paus gereden? Ja. Dat heb ik 4 dagen gedaan. 4 dagen. Was het leuk? Uiteraard. Of zegt hij er geen een? De paus op zich, die, daar heb je uiteraard geen contact mee. Maar alles eromheen en de media. Ja. Best leuk. Best, ja. Maar met de paus geen woord gewisseld? Met de paus geen woord gewisseld. Maar in ieder geval weten we dat jij er was. Ja. En dat je de paus gereden. Okay. Ik ga meteen nog even naar onze Belgische gast die daar standvastig heeft gestaan, zich niet heeft bewogen. Nu mag hij weer bewegen. Hey. Bedankt, Fiekel. Leuk. Goed dat je ze volgehouden. Dank je wel. Ja, op het nippertje dus geraden. Ik moet helaas zeggen dat jullie ze allemaal geraden hebben. Dat is natuurlijk lastig. Ja, ja, het is jammer, maar dat is voor het laatst geweest. Dames en heren, als u leuke, maar tevens wat moeilijker geheimen hebt, laat het ons dan even weten en stuur die naar postbus 7200 AA in Hilversum. Ter attentie van de Tros. Panel bedankt, Gerard Cox. Tetske, Jan Keizer, Annemieke van Zoon. Tot ziens, tot de volgende week.